Oh, Rossen gaat er fout in met Tuip in de buurt. Swinkels. Ja, die laat hier wel zien waarom hij de minst gepasseerde doelman is van de Jupiler League. Van Zon. Tahapari helemaal vrij. Tahapari legt een breed. Machiavalla met de kans van de eerste helft. Indraaiende vrije trap van Bellen, de linksback van Eindhoven. Erin gebracht door Van Zon. Lucius, geen buitenspel, dan helemaal vrij. Leeballetje en de goal. Eindhoven op voorsprong. Kwartiertje gespeeld in de tweede helft. De vrije trap van Ahaoui. Een mislukt schot en dat leidt een tegenaanval in van Eindhoven. Met de Valkens die de bal niet echt lekker meekrijgt. En dit is een veel te harde tackle. En de volgende gele kaart. Daar maken ze zich bij Volendam bijzonder druk om. Maar dit is zelfs rood. Uitgebreide discussie over de kleur van de kaart. Het feit is dat het een onvoorstelbaar domme actie is van Rockroy. Op de middenlijn, aan de zijkant. Valkens kan geen kant op en dan zet hij op deze manier de tackle in. En dan kan de scheidsrechter daar een rode kaart voor geven. Het is wachten op het moment dat Eindhoven het een keer goed uitspeelt, die overtalsituatie. Wellicht nu met Mokhtar. Mokhtar met Bakkenes schiet zelf en schiet de bal prachtig binnen. Ja, qua talent is hij verreweg de beste man op het veld, Younes Mokhtar. Daarmee is deze wedstrijd eigenlijk wel beslist.